Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de serie God bestaat. In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar het kwade en hoe het kwade tegelijkertijd kan bestaan terwijl God bestaat. En dat het kwade juist bewijs is dat God bestaat. In deze aflevering wil ik dieper stilstaan bij hoe wij als christenen reageren op mensen die vragen stellen zoals: hoe verklaren jullie het coronavirus dan? Of waarom overlijden er zoveel onschuldige mensen of kinderen? Of waarom hebben we überhaupt pijn? Waarom voelen we dat? Of wat is de reden dat er zoveel oorlogen bestaan? En misschien zelfs dat er nog een oorlog aankomt. Wat is onze verklaring daarvan als christen? In deze aflevering heb ik een paar vragen en antwoorden opgesteld die jou kan helpen bij het reageren op vragen die we zo al kunnen krijgen. Want die horen we eigenlijk best wel vaak. De eerste vraag die ik zou willen stellen is: wat is het doel? Want we kunnen pas oordelen of iets goed of slecht is afhankelijk van het doel. Neem bijvoorbeeld sport, voetbal. Hoe bepalen we of een strafschop beter is dan een hoekschop? Nou, dat bepaal je aan de hand van de regels van het spel of eigenlijk van het doel van het spel. Namelijk, het doel van voetbal is de bal in het goal krijgen. En alles wat helpt dat eerder of sneller te krijgen, dat is goed. En iets wat niet helpt daarbij, dat is slecht. Dus zo ook in het leven. Heel veel mensen denken dat het doel van het leven is zoveel mogelijk plezier. Of tenminste, dat is niet wat God ons heeft beloofd. God heeft ons niet beloofd dat we zoveel mogelijk plezier, welvaart en geluk op de wereld zouden hebben. Dus dat is ook niet het doel. Als dat wel het doel zou zijn, inderdaad, dan zal oorlog, pijn wel heel slecht zijn en niet fijn zijn. Maar wij als christenen hebben een ander doel, namelijk het eeuwige leven. Het eeuwige leven is ons een doel. Dus als iemand bijvoorbeeld onverwachts eerder komt te overlijden, dan is dat iets positiefs. Want ons doel is zo snel mogelijk bij God zijn of het eeuwige koninkrijk binnenkomen. Dan is volgens ons iemand die overlijdt eigenlijk iets positiefs. Want hij komt in de hemel. Het tweede punt dat ik graag zou willen stellen is dat onze definitie van goed en slecht anders is dan de definitie van God, wat hij denkt of wat hij vindt wat goed en slecht is. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar een relatie die stuk loopt of iemand die ontslagen wordt van de baan als iets slechts. Als je dat iedereen zou vragen hier op aarde, dan zal dat iets slechts zijn. Maar wat nou als God dat gebruikt om jou bij een dichter een beter doel te bereiken? Namelijk bijvoorbeeld doordat die relatie niet loopt zoals je zou willen of dat die zelfs helemaal stuk gaat, opent er een nieuwe relatie voor jou, die nog beter voor jou is. Dan is de vraag, is het nou goed of slecht? Of bijvoorbeeld hetzelfde met een baan. Stel, je wordt ontslagen. Natuurlijk, iedereen zal dat vervelend vinden. Wie vindt dat nou weer leuk? Maar wat nou als je dan bij een baan komt die nog beter bij jou past, die nog leuker is? Dan is mijn vraag aan jou, was het ontslaan van iemand of een relatie die niet goed gaat of de verdriet die je hebt, dan wel zo slecht, ja of nee? Daarnaast, wat nou als deze gebeurtenissen jou dichter brengen bij God? Wat nou als deze gebeurtenissen jou berouw laten voelen, waardoor je anders bent gaan leven? Doordat je verdrietig was in de relatie of waardoor je meer tijd hebt nadat je ontslagen bent, ga je misschien langer nadenken bij hoe je leeft en wat je eigenlijk doet. En ga je misschien beseffen dat je eigenlijk niet eigenlijk op het goede pad bent gekomen. Maar dat zou je niet hebben gedaan als je gewoon doorging met je leven, als je niet die tegenslag zou ervaren. Dus soms kan volgens ons God ook juist een tegenslag gebruiken om ons dichter bij God te brengen. En dan gaat het nog beter bij ons. En dit heeft allemaal ook te maken met het lange termijn versus het korte termijn denken. En het derde punt dus dat ik wil geven is denken in korte termijn versus lange termijn. Inderdaad, korte termijn, het verliezen van je baan is niet fijn. Het stuk lopen van een relatie is niet fijn. Maar nogmaals, zoals ik net heb aangegeven, dienen wij lange termijn te denken. Namelijk, wij als christenen denken lange termijn, namelijk het eeuwige leven. En zien wij de aarde als iets korte termijns. Zo moeten we ook denken in ons dagelijks leven. Oké, dit voelt niet fijn op de korte termijn, maar op de lange termijn is het wel beter. Zo dienen wij ook te kijken. Dus hoe kijk je? Kijk je naar het resultaat van bepaalde gebeurtenissen op korte termijn? Of kijk je naar het effect op het lange termijn? Dan zie je dat het lijden of dat het pijn misschien zelfs beter is geweest. Een voorbeeld hiervan is, doordat je gefaald hebt op de korte termijn, bijvoorbeeld een project is niet gelukt, heb je allemaal fouten gemaakt. En doordat je bent gaan reflecteren, ben je wijzer geworden. En heb je gezien van, hé, dit heb ik fout gedaan. Als ik het de volgende keer anders doe, gaat het beter. Dus
Nogmaals, korte termijn project is misgelopen, niet fijn. Maar op de lange termijn ben je wijzig geworden en gaat het volgende project nog beter. Dus dit is, als je faalt, een reden om juist blij te zijn. Want dan weet je van, oké, als ik heb gefaald, kan ik leren. En als ik leer, word ik beter. En als ik beter word, gaan dingen automatisch ook beter voor mij in het leven. Met projecten, met relaties, met werk, noem maar op. Daarnaast wil ik ook zeggen dat ons brein is eigenlijk gelimiteerd. Maar het brein van God natuurlijk niet. Want we hebben gekeken in de allereerste aflevering dat God oneindig is. Hij is niet vastgebonden aan tijd. Maar wij zijn wel eindig. Wij komen op een bepaald moment en gaan op een bepaald moment. En ons brein is ook tijdig. Ons brein kan niet inzien wat het effect is van iets op de korte termijn, op de lange termijn. Ons brein kijkt alleen maar naar vandaag en morgen. En misschien nog een beetje gisteren. Maar God kijkt naar 100 jaar geleden en over 100 jaar. Bijvoorbeeld, iets wat nu gebeurt, kan een domino effect hebben. En op lange termijn effect hebben dat op grote schaal is. Maar dat kunnen wij niet begrijpen. En dat is de fout die wij eigenlijk als mensen maken. Wij proberen verklaringen te zoeken met onze beperkte brein, beperkte wijsheid, beperkte kennis, naar dingen die effect hebben op lange termijn. En die misschien al eerder zijn gebeurd of zijn begonnen. Dus dat zou niet eerlijk zijn van ons om een oordeel te vellen over het kwade of over goed of slecht, maar met beperkte informatie. En nogmaals, God ziet dus het op lange termijn. Dus hoe het voor ons slecht kan lijken op de korte termijn, is het door God bedoeld iets positiefs op de lange termijn. Een voorbeeld uit de Bijbel. Neem de geboorte van Johannes de Doper. Die duurde langer. Langer dan Elisabeth en Zacharias eigenlijk wilden. En dat vonden ze niet leuk aan het begin natuurlijk. Maar daardoor bleek, doordat het langer duurde, kon hij precies alles zo doen, Johannes de Doper, zodat hij eigenlijk de voorbereidende weg was voor Jezus. Stel, Johannes de Doper was heel vroeg geboren, dan zouden de bepaalde gebeurtenissen niet het gewenste effect hebben voor onze eigen verlossing. En ja, dat vonden nogmaals Elisabeth en Zacharias dus aan het begin niet leuk. Maar dat was wel nodig voor de lange termijn. Een ander voorbeeld. Stel, een kind dat doodgaat aan leukemie. Of een moordenaar die één persoon vermoordt. Hij neemt het effect van, of de gedachte van het domino effect in je handen. In het achterhoofd. Dat is nu niet leuk. Waarom zou een kind nu doodgaan? Of waarom zou een moordenaar nu zijn? Maar doordat die kind nu bijvoorbeeld doodgaat, heeft dat allemaal gebeurtenissen. Of zet dat een gebeurtenissenreeks in actie. Waardoor er iets positiefs uitkomt op de lange termijn. Nogmaals, dat kunnen wij niet misschien begrijpen of niet inzien. Maar daarvoor moeten we dus vertrouwen op God. Want Hij is oneindig en op zijn wijsheid, op zijn proces. Dat geeft ons ook juist weer wat rust. Hetzelfde geldt met het coronavirus. We zien nu allemaal onschuldige mensen, ouderen, kwetsbare mensen sterven. Waar kan dat ooit goed voor zijn, vragen we ons zelfs misschien af. En waarom zou een liefdevolle God dat doen? Nogmaals, dat weten we niet of dat kunnen we niet bedenken. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen. Maar wat we wel weten, het feit dat wij niet een goed argument kunnen bedenken dat God dat zou doen, betekent niet dat dat argument er niet is. Dus we moeten leren om iets minder eigenwijs te zijn en iets minder met ons eigen brein te proberen te beredeneren. En ja, ik weet, het klinkt misschien tegenstrijdig, want deze hele serie gaat over wetenschappelijke argumenten en kennis en bewijs voor God. Maar daarbij moet ik ook wel zeggen natuurlijk dat, en dat is ook tevens mijn favoriete vers uit de Bijbel, is vertrouw op God met heel je hart en leun niet op je eigen wijsheid. Want dat heb ik zelf ook in mijn eigen leven, dat ik probeer te beredeneren van, ik heb mijn best gedaan, waarom ben ik dan niet geslaagd? Maar na een paar jaar heb ik begrepen van, oh ja, dat moest gebeuren, want nu ben ik nog beter in diezelfde situatie. En dat brengt mij bij het punt van oorlogen en terroristische aanslag. Waarom gebeuren die, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Nou, namelijk, zoals we hebben gekeken in zo'n vorige aflevering, gaat liefde hand in hand met vrije wil. En we hebben gezien dat God ons niet kan dwingen om het goede te doen. En dat, omdat hij van ons houdt, een keus geeft om het goede te doen of niet het goede te doen. En eigenlijk heel veel van het kwade, zoals terroristische aanslagen, oorlogen, is allemaal een consequentie van ons vrije wil. Het is allemaal effect van wat wij als mensen hebben gedaan. Dus wij kunnen niet de schuld leggen op God. Het enige wat God heeft gedaan, uit liefde ons creëren. En hij hoopt dat we voor hem kiezen. Maar als we niet voor hem kiezen, ja, dan gebeuren dat soort dingen. Dat komt dus wel met consequenties. God heeft tegen ons gezegd, kijk, als je de Bijbel volgt, dan
gaat je leven goed. En dan komt het met je goed. En dan gebeuren er mooie dingen. Maar als je dat niet doet, mag, is je eigen vrije keus. God houdt nog steeds van jou. Maar ja, dat komt wel met consequenties. Dus het feit dat wij als mensen hebberig zijn, behoefte hebben aan macht, dat is niet het probleem van God. Dat is onze eigen fout. En dat is ook de fout die heel veel mensen maken. Omdat religieuze mensen, in ons geval christenen, slechte beslissingen hebben gemaakt, zeggen ze dat ons geloof niet echt is, of niet waar is, of niet goed is. Maar dat is een fout, want het feit dat de christenen mensen vermoorden tijdens de kruistochten, betekent niet dat het christendom fout is, of dat God niet bestaat. Nogmaals, God heeft ons de vrije wil gegeven. En het feit dat wij die keuze hebben, dat is juist de keuze aan ons. Dus als dat soort dingen gebeuren, moeten we naar onszelf kijken. En uiteraard, christenen maken fouten. Maar dat is precies ons hele geloof. Daarom is God ook op aarde gekomen, om gekruisigd te worden voor onze fouten. Dus we beweren niet dat wij als mensen perfect zijn, maar God is wel perfect en hij houdt van ons. En hij geeft ons een weg tot berouw, bekering en om het goede wel te doen. Maar als we dat niet doen, dat mag, onze vrije keus, God houdt nog steeds van ons. Samenvattend hebben we dus vandaag met elkaar een paar punten besproken. Laat ik ze even nog een keer kort opnoemen om te herinnerd worden waar dat ook weer over ging. De eerste vraag die ik presenteerde is, wat is het doel? Afhankelijk van het doel kunnen we bepalen wat goed en slecht is. Zoals in het sport zeg je of een actie goed of slecht is afhankelijk van het doel van het spel. Zo ook in het leven, wat is het doel? En we hebben gezien dat ons doel het eeuwige leven is. En als daardoor iemand eerder komt te overlijden, dan is dat iets positiefs. Het tweede punt waar we het over hadden is dat de definitie van goed en slecht voor God en voor de mens anders is. Wij kunnen bijvoorbeeld iets slechts labelen als het verliezen van een baan of een relatie. Maar in Gods perspectief is dat weer iets positiefs, want het helpt jou aan een beter resultaat op de lange termijn. En het verschil in korte termijn en lange termijn was mijn derde punt die ik presenteerde. We hebben namelijk een beperkte brein, beperkte kennis, beperkte inzicht. Daardoor kijken we alleen naar de korte termijn. Maar effecten of gebeurtenissen nu hebben effect op de lange termijn. En God en ons geloof leert ons om juist ook het lange termijn te denken. We moeten kijken naar het totale plaatje en dan pas kunnen we oordelen of iets goed of slecht is. En tot slot hebben we gezien dat God uit liefde onze keuze heeft gegeven om voor hem te kiezen of niet voor hem te kiezen. En dat eigenlijk heel veel van het kwade het resultaat is van onze eigen mensenwerk. Heel veel verdriet, kwade, oorlogen, pijn komt door ons. Doordat wij zijn geboden niet gehoorzamen. Doordat wij liegen in plaats van eerlijk zijn. Doordat wij egoïstisch zijn in plaats van anderen proberen te helpen. Dat komt met consequenties. Hierbij wil ik afsluiten met een mooi vers. 2 Korintiërs 4, 16 tot en met 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, hè? Korte termijn, lang termijn, verdrukking, iets wat pijn is op korte termijn, brengt ons in een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, hè? De brein die beperkt is, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dankjewel voor het kijken.